Beste kijkers, welkom bij Wijnplus Koken. Welkom. Traditiegetrouw vanuit de keuken van restaurant De Vierlinde in Vierlingsbeek. Wouter, het voorjaar, hè? Ja. Dan denken we, ja, we hadden het de vorige keer over lammetjes in de wei, maar ook lammetjes op het bord. Juist, juist. We hebben vandaag een lamsfilet, een mooi stukje. Gaan we lekker croquant bakken in filo of lumpia deeg. Omwikkelen met serranoham, aardappelrust hier, rode uienkompot, krachtige zuur erbij. Hartstikke lekker. Water loopt me nou al in de mond, Wouter, en dan ben je nog niet eens begonnen. Ik ga er een mooie wijn bij selecteren, ik zie je zo terug. Prima. Succes. Dat gaan we als eerste doen met de lamsfilet. Ik heb hier twee mooie stukjes liggen. Ze zijn mooi schoon, ontvliest. Dit gerecht mag je ook maken met een biefstukje, met een varkensausje. Ligt gewoon in uw Plus supermarkt. Hiervoor ga ik wel gebruiken lumpia deeg. Ook bij de Plus hebben ze filo deeg. Kun je er ook voor gebruiken. Nou, filo deeg is niet zo stevig. Lumpia wel. Zie je, dat kun je mooi uit elkaar scheuren. Nou, wat we eerst gaan doen met de lamsfilet is eventjes kort dicht sealen, even bakken in de olie. Goed kruiden, peper en zout. Aan beide kanten. En dan lekker bakken. Nou, belangrijk van mijn lamsvlees is een dun stukje vlees, dus we moeten hem snel bakken, anders is die daar al te gaar. Als die dadelijk gebakken is, dan gaan we hem dus inrollen in een lumpia deeg. Die smeren we even in met eigeel. Zou eventueel ook met boter kunnen. Met eigeel wordt hij wat krokanter en met boter gaat hij een beetje souffleren. Zo, dan doen we hem mooi twee plakken op elkaar. Mooi in beweging houden. Serranoham. Kan ook wel dennenham, palmeham. Maar gewoon lekker mooi dun gesneden, is belangrijk. Let ook op met peper en zout, hè? Want de serranoham is natuurlijk ook wel goed op smaak. Zo, nou, het vlees heb ik nu gebakken. Het vlees laat natuurlijk heel veel vochtverlies. Dus ik kies er dan voor om hem even een beetje in te strooien met panko. Zo. Panko is Japanse broodkruimels, kunnen ook gewoon paneermeel natuurlijk gebruiken. Nou, dan leggen we er nog wat sprietjes bieslook in voor de kleur. En dan rollen we hem lekker strak op. En gaat hij op 190 graden in de oven een minuutje of 8. Dus dat het mooi krokant gebakken is. En dan laten we hem fijn rusten. Nou de lam in de oven zit, gaan wij beginnen met de rode uienkompot. Voor de rode uienkompot heb ik
rode uien, bosvruchten coulis, een soort pulp, crème de cassis, karamelsaus. En karamelsaus kunnen jullie natuurlijk ook zelf maken door suiker in de pan te doen. En we hebben rode wijn. Nou, ik heb de pan opstaan. Nou, we gaan ook zelf even een beetje karamel maken. We doen de olie in de pan. Nou, snijden we halve ringen van de ui. Dan gaan we eerst de uitjes lekker bakken. In de tussentijd kan ik alvast wat aardappels schillen voor de aardappel rusty. Nou, belangrijk is als je een rusty gaat maken dat je wel een kruimige aardappel pakt. Er zit ook wat meer aardappelzetmeel in. Die zetmeel zorgt dadelijk ook voor de stevigheid van de rusty. Uitjes op een hoge temperatuur bakken. Hè. Als die dadelijk dan mooi glazig zijn, dan voegen we de suiker toe en dan gaat hij ook direct karamelliseren. Des te minder vocht, des te eerder de suiker karamelliseert. Nou, rusties zijn over het algemeen ook wel leuk om te vullen. Je zou nou bijvoorbeeld ook lekker wat lamschenkel erin kunnen doen of serranoham. Bij een visgerechtje rustie kun je ook wat Hollandse kanaaltjes erin doen. Nou, uitjes zijn mooi glazig. Voegen we de suiker toe. Als je ziet, dan zal die uitjes eigenlijk mooi wat bruiner gaan kleuren. Dan gaan we het afblussen met crème de cassis en rode wijn. De bosvruchten coulis. Voor die bosvruchten coulis kun je ook gewoon lekker een dessert sausje bij je plus supermarkt kopen. Dan heb ik nog wat extra karamel. En laten we deze even lekker reduceren. Dus vooral door die karamel wordt hij daar mooi stroperig. Dan kunnen we hem mooi presenteren bij de lam. De rusty. Die aardappelzwemmel is niet voldoende om stevig zat te krijgen. Dus dan gebruiken we nog een eitje. Twee eitjes. Peper en zout. Nou, de rust die gaan we mooi in de pan bakken. Daarvoor gebruik ik een stekertje, een roestvrij stalen ring, om de rusty in te bakken. Nou, als u niet zo'n ring thuis hebt, kunt u ook gewoon de rusty over in de pan bedekken en daar mooi in bakken. Dus als een soort pannenkoek. Vervolgens eventjes in de oven een klein beetje doorgaren en dan kunt u hem ook mooie punten uitsnijden. Ja. Niet te dik maken. Met een tonicstamper duw ik de zijkantjes mooi schoon. Dan gaan we eens even kijken naar de lam.
in de oven. Zo, hij is nou mooi krokant gebakken. Zoals je hoort. Nou, die laten we hier even mooi rusten. Zo, we kunnen beginnen met het hoofdgerecht. Ik heb de lamsfilet hebben we nog eventjes terug gedaan in de oven. Op temperatuur gebracht, de rusties zijn gaar. Ik heb lekkere cherry tomaatjes, groene groentes, rode uienkompot en een krachtige jus. Dus we gaan beginnen met de opmaak. Als eerste gaan we het vlees eventjes snijden. Als je hoort is de filet mooi krokant. Kijk eens, een mooi stukje vlees, mooi medium. Het beste kun je het ook snijden met een broodmes, dus dan blijft de korst mooi intact. Nou, de rusty. Eén rusty is meer dan voldoende. De groene groentes. De kompot is echt mooi stroperig. Mooi de hoogte in. En dan hebben we een mooi hoofdgerechtje. En dan denk ik dat Jan er ook nog een mooi een lekker wijntje bij heeft. En dan is het plaatje compleet. Het ziet er weer om schitterend uit, Wouter. Dankjewel, Jan. Ja. Ik denk omdat het een... het is lamsvlees, maar wel een volle jus. Dat vraagt om een kruidige wijn. En daarom heb ik gekozen voor wederom Hollands Vakmanschap. Uniek verkrijgbaar bij Plus. En dit keer van Daan en Elvire van Dijkman. Een Nederlands stel die geëmigreerd zijn naar Frankrijk, om precies te zijn naar de Mont Ventoux. En de wielerliefhebbers, die hoef ik dat niet te vertellen, dat is de berg eigenlijk waar zeker bij de Tour de France regelmatig opgefietst wordt. Maar waar hele mooie overwinningen gehaald zijn, maar waar ze ook hele fijne wijnen maken. En dus dit Nederlandse stel is daar gevestigd sinds een aantal jaren en die maken heerlijke wijn. Mont Ventoux Contrôlé. Dat is een appellatie die met wijn of druivenrassen als bijvoorbeeld Syrah en Grenache heel veel werken. En dit is de cuvée signatuur van dit wijnhuis. En lekkere kruidigheid, vol van smaak, heerlijk bij dit voorjaarsgerecht. En ik denk ook zo trouwens, zonder iets te eten zou die ook al lekker zijn, maar in deze combinatie dan gaan de handen echt op elkaar. Dus genieten volop van het voorjaar met deze wijn en ik denk een heerlijk gerecht. Ja, prima. Mogen we u uitnodigen voor de volgende keer, dan staan wij weer klaar voor u. Vanuit de keuken van restaurant De Vierlinden. Met een lekker dessert. Dit was Wijn per Skoken. Tot de volgende keer.